Hallo allemaal, welkom terug voor meer Sims 4, waar ik vader ga. Over het algemeen werd er toch besloten dat ik maar door moest gaan, dus met commentaar, dus doen we dat ook. Vraag me af, oh ja, Liliana Rodriguez is op school. Ik wil daar wat mee doen, maar ik weet al niet meer wat. Ik weet dat er geen schoolbussen meer waren. Zoveel weet ik. Hij moet iets doen, blijkbaar. Je kunt zo een kindje proberen te maken. Dat is een beetje vreemd. Aangrijpend. Hebben we niet meer keuzes? Wat wilt u doen? Omhelzen toch? Waarom staat dat niet bij liefdeskeuzes? Ach, roos. Fazoon tippa, jalig, doba doba. Ik zie het omhelzen niet staan, of ik ben zo scheel. Oh, hier staat het. Dit. Of wie zijn naast maakt. Ik weet ook niet. Oh, daar zie ik hoeveel geld ik heb. Gestresste docent. De student moet tijdens de les even weg om zijn medicatie op te halen en vraagt de klas om in zijn afwezigheid in alle een leesopdracht uit te voeren. Moet Liana dat doen of proberen wat anders maken te maken nu ze daar de kans voor heeft? Hij vraagt, doe maar een leesopdracht, ik wil niet in de problemen raken. Omdat ze tijd heeft, is hij al snel kan geweest staan, heeft ze nog wat tijd voor huiswerk. Ik heb blijkbaar de goede keuze gemaakt om de buur een beetje hard te praten. Dus dit, iets romantisch doen. Iets romantisch doen. Ik zie nu niet. Oh wacht, hier. Liefde. Wat is romantisch? Handje kus. Zoiets. Wat ik me trouwens afvraag is of ze niet hoeven te werken. Misschien moet ik. Misschien, er is een beetje veel lawaai op de achtergrond, kan er ook niks aan doen. Moet ik ergens een de krant lezen of zo dan? Ik weet niet, oh ja, hier, een baan. Blijkbaar hebben ze nog geen baan, waarschijnlijk moet ik dat doen. Sorry voor dat niet weten, terwijl ik dat misschien wel had kunnen weten. Zullen we terug een keer als ik nu vraag naar een live chat hulpmedewerker? Ik weet even helemaal niet wat bij haar past. Vraag een stagiair, live chat hulpmedewerker. Schrijf assistent, paletreiniger, geheim agent, entertainer. Culinair, afwasassistent. Ik zou eigenlijk moeten kijken wat Sienna eigenlijk is, voordat ik een baan zoek. Maar ze moet heel nodig. En waar kan je zien wat ze is? Telefoon, nee.
Ik heb geen idee hoe je dat kunt zien, wacht. Maar dat is niet zit. Carrière, vaardigheden. Dit is waarschijnlijk grappenmaker. Ze is grappenmaker. Oh, wat is Rico dan? Die is zielsverwant. Het zal allemaal best. Ik denk dat ik niet zo heel veel vind. Wat voor, maakt wat voor baan je dan moet hebben. Schrijvers geld dat je betaald wordt voor je voelende zin en voor moeilijk en maar prachtig. Werk met een T-Box, schrijver. Werktijd van 11 tot 7. En hij begint woensdag. Moet voor Sienna nog een baan. Hoe lang duurt het eigenlijk tot de school is? Ik heb het idee dat het donker wordt in dit spel dan. Oh wacht, Sienna is daar. Ja, ze kunnen beter niet dezelfde baan krijgen, lijkt mij. Een beetje vreemd, entertainer van 9 tot 5, zou dat meer 's avonds verwachten. Ik wil eens kijken wat er gebeurt als je geen begaan bent. Laten we dat doen. Ik denk dat het niet heel veel uitmaakt. Als heb ik het morgen al, laat ik het iets langzamer doen, want Jana is thuis. Of Liana is thuis, ik weet even niet wat ik daarmee wilde doen. Is het verdrietig omdat. Ah. Ze wil blokken. Schrijven. Nee. Web. Ja, over gevoelsblokken. Dat is nog verdriet. Ik zult de somberheidshulplijn bellen. Oké. Als je even nieuwe schrijfvaardigheid geleerd. Ik denk dat ik Liana in contact wil laten komen met een andere sim, maar wat is dit? Muzikaal genie. 4 uur lang. 6 uur lang muziek, 4 uur lang naar muziek luisteren. Oké, ik weet niet zeker of dit een radio is. Nee dus. Nu is de volgende verdrietig. Of, oh nee, zelfverzekerd. Oh. En nu voelt Liana zich prima. Vriendelijk, interesse, geheim. Ja, ik moet wel proberen. De volgende dag heeft één van de twee vrij. Ik denk Sienna. Dat ik het even allemaal doorspoelen.
Hij is aan het slapen. Ja, mag eventjes allemaal een beetje opschieten. Ik weet niet wat die aan het doen is. Schaamt. Al als ze slapen, hebben ze geen gedachten meer, in ieder geval.